Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 24 november van weerplaza. Dit weekend wordt het weerbeeld bepaald door een lage drukgebied. Het bevindt zich boven Frankrijk en zorgt bij ons voor veel bewolking en een oostelijke stroming. En af en toe gaat het ook regenen vanuit het zuiden, maar het gebied met neerslag dat verpietert boven ons omgeving. Dus morgen denk ik dat het op veel plaatsen droog zal zijn. De wind blijft vanuit het oosten en daardoor hebben we lage temperaturen. Vanochtend loopt het kwik uiteen van 1 graad in Groningen tot 3 in het zuiden van het land. Het is grijs en mistig en vooral in Limburg en Brabant regent het af en toe. Vanmiddag dan regent het ook in Gelderland en in Zeeland. Ik denk dat het in de noordelijke provincies droog blijft vandaag, maar met 4 tot 6 graden en een matige oostelijke wind is het waterkoud. Morgen zien we ook veel grijze luchten. Het is vaak droog, soms is het druilerig. En het wordt opnieuw maximaal 6 graden bij een stevige oostelijke wind. Maandag nog zo'n grijs dag en ook nog kil. Met hooguit 5 graden en een matige oostelijke wind. Dinsdag breekt de zon soms door en blijft het droog. Maar de temperatuur ligt nog steeds aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Normaal behoort het 8 graden te zijn in deze fase van november. En woensdag. Dan hebben we hooguit 5 graden opnieuw op de thermometer en gaat het in de loop van de dag regenen. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.